verkeerde been uit bed gestapt, of zet je beste beentje voort, of hij schiet met zijn chocoladebeen. Noem het maar op, ik heb het allemaal een keer gehoord. Maar hij blijft gewoon met twee voeten aan de grond. Absoluut, absoluut. Ja, achter mij vindt het amputatievoetbal binnen PSV plaats. PSV is maatschappelijk betrokken en wij vinden dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om te kunnen voetballen. Hoe is de stand na een maand? Ja, het zijn 12 jongens die het al bespeelden bij de Stichting Amputatievoetbal Nederland. Oh, lekker hoor! En na de lancering zijn er inmiddels al 7 nieuwe deelnemers, dus een stijging van meer dan 50%. Ik doe deze sport al een aantal jaren, dus is het ontzettend moeilijk om aan spelers te komen. En dat de PSV achter ons is gaan staan en je ziet dat ook de sport een toevlucht neemt qua aantal spelers, ja, dat is fantastisch. Dat er steeds meer spelers komen, dat betekent alleen maar dat die sport groter gaat worden en dat het serieuzer wordt. En ja, dat sluit heel goed aan bij ons doel, want we willen dat iedereen die wil voetballen dat ook moet kunnen. Ja, ik ga heel veel doelpunten maken. Ja, goed zo. En ben je nou geblesseerd of wat is er aan de hand? Nou, het is mijn eerste training en ik ben gewoon op. Ik heb gewoon wat dat betreft helemaal geen conditie meer. En als je die anderen ziet, dan loop ik nog gewoon heel veel achter. Ik vind het belangrijk om amputatievoetbal op de kaart te zetten hier in Nederland. En natuurlijk gaan we vanaf het nieuwe seizoen Europa in. En we gaan kijken hoe ver we natuurlijk kunnen komen. Belangrijk is in ieder geval dat Nederland weet dat amputatievoetbal mogelijk is. Ja, want worden er veel grappen over gemaakt of raar over gedaan als je zegt van ja, ik doe een amputatievoetbal? Ja, kijk, het mooie aan de doelgroep is ook dat ze veel zelfspot hebben. Ze maken zelf grapjes erover. Verkeerde been uit bed gestapt, of zet je beste beentje voort, of hij schiet met zijn chocoladebeen. Dat je met één been al in de finale staat, dat is natuurlijk, dat slaat spijker op zijn kop. Ja, dat Leo Beenhakker hier als trainer zou komen. Leo Beenhakker en met assistent Mario Been. Dus ja, dan ben ik mijn baantje kwijt. Ze hebben zeker je foute benen geadopteerd, of in mijn geval mijn arm dan. Of je hebt nooit wat klem, in het geval van de keepers. Je hebt nooit wat klem, pak eens wat klem. Dat hoor je vaak, ja. Dan kan je erom lachen of vind je dat ook een beetje sneu? Nee, zeker. Ik kan hartstikke om lachen. Ik bedoel, weet je, je bent een team en je weet allemaal waar het over gaat en waar je hiervoor bent. Je hebt allemaal hetzelfde meegemaakt. En ja, weet je, galgenhumor erbij zit in elk voetbalteam, denk ik.